spelers komen het veld op voor het laatste avondje NAC van 2018. En dat is dus een avond om naar uit te kijken. NAC tegen Heerenveen, de nummers 17 en 9 in de Eredivisie. En NAC komt steeds beter in vorm, won hier natuurlijk thuis van Vitesse. En had vorige week eigenlijk ook moeten winnen op bezoek bij PEC Zwolle, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met een punt. Karel Metz, Giovanni Korte. Verschuren. Pelen van Anholt. Misser van Floranus. En u hoort al wie er aan de bal is. Dat is Greg Lee. En het doelpunt. Ja, ja. Van Mitchell tevreden voor NAC. Het staat nu al 1-0. Eerst van Anholt. De misser van Floranus. Hier komt Lee. Dekkingsfout van Jewelste daar bij Heerenveen. Want hij staat helemaal vrij. Mitchell tevreden. Flap, mooi aangenomen. Zinelli, aardig schot. Redding is van Van Leer. En van dichtbij kan hij er al in. Hij gaat er ook in. En dan is het doelpunt denk ik van Rienstra. Zo staat het nu alweer gelijk. Hier Rienstra, die verlengt. Flap heeft hem voor het binnenschieten, maar raakt hem volgens mij niet. Nee, hij raakt hem niet. Dus is het doelpunt inderdaad voor Rienstra. Hoe dan ook, het staat gelijk in het Radverlegstadion. De videoscheidsrechter gaat naar de overtreding van Rienstra kijken. Ja, dit is rood. Die gaat eraf. Nu komt het oordeel van scheidsrechter Kamphuis. Het oordeel is rood. Heerenveen moet verder met 10 man. Rienstra kan gaan douchen. Prima paas van Metz, Lee. Ook goede aanname. Greg Lee, Korte. Tevreden. Tevreden uit de draai, het blok van Kobayashi. En Zinelli die er nu langs is bij Klomp. Want Zinelli is snel. En Zinelli heeft een actie. Flap is in de buurt. Zinelli, Woudenberg, uitstekend gevoetbald, Arber Zinelli. Van Bergen, oh wat een mooie goal! En Heerenveen staat met 10 man op voorsprong in Breda. Mitchell van Bergen. Die er onlangs 2 maakte in de uitwedstrijd tegen Willem II. Hij doet het ook hier tegen NAC. Prachtdoelpunt van de jonge Mitchell van Bergen. 1-2. Daan Klomp, een van die 3 centrale verdedigers eraf. En een middenvelder erbij. Mounir El Alouchi. NAC gaat verder in een 4-3-3 formatie. Met een aanvallende middenvelder in El Alouchi. Hier komt zijn eerste kans. El Alouchi, dat was wat geweest. Met zijn eerste balcontact. Zo blijft het een buitengewoon boeiende wedstrijd tussen NAC en Heerenveen in de eerste helft. Het staat 1-2 met nog 10 minuten in de eerste helft. En hier is bijna de 2-2 van Giovanni Korte. Het is geen gewaagde voorspelling, maar er gaan nog veel meer doelpunten vallen in deze wedstrijd. Kan niet missen. Rosheuvel. Verschuren komt. Daar is Kobayashi. Schot van Nijholt. El Alouchi. Beetje geplaatst geschoten. Oh, dit is ook wel interessant wat Korte probeert.
Rosheuvel. Tevreden bij de eerste paal. Via Rosheuvel en Lalucci. Tevreden, komt hier snelheid tekort wilde ik zeggen. Maar hij wint uiteindelijk knap van Daniel Heu. Mitchell tevreden, het is glad in de hoek. En Lalucci. Hij was de schoen kwijt. Mitchell tevreden. Vraagt nu aan de scheidsrechter, wacht even op mij. Want ik wil graag mijn kicks aantrekken als de corner voor NAC is. Kijk, hier gaat hij op zijn sok. Op kousenvoeten. Rosheuvel. En tevreden. Goeie redding, Warneraan. Grote kans voor Mitchell tevreden op 2-2. Grote kans voor tevreden om zijn tweede te maken. Ingooi komt niet ver genoeg om de bal bij Vlap te doen krijgen. Elalucci. Oh, wat is dit voor tackle van Kobayashi. Daar komt de volgende rode kaart. Ja, weer rood. Wat is er aan de hand met Heerenveen vanavond? Wat zijn dat voor ongecontroleerde vliegende tackles? Yuki Kobayashi. Elalucci heeft de bal. En daar komt die Japanner die de bal absoluut niet speelt. En met zoveel snelheid in komt vliegen. Dat Kamphuis zegt... Ook dit is rood. Hoekschop. Rosheuvel. En een kans voor Korte. Haan. Wat doet Korte nu? Die krijgt het aan de stok met Haan. Nou, gaat daar toch nog even met zijn noppen op de enkel staan. Gaat Giovanni Korte dan een rode kaart krijgen voor deze overtreding? Oh, geel. Oké. Dat kan ook. Vlap. Heerenveen komt zowaar tot een aanval. Wat heet. Het krijgt een grote kans. Vlap, overtreding denk ik. Nee, zegt Kamphuis. De bal wordt gespeeld. En weg is de mogelijkheid. Hij is woest. Jan Olderiekering. Lee. El Alucci. Handig in de kleine ruimte. Mounir El Alucci. Van Anolt. Missen van Piri. Korte. Lee. Greg Lee. Oh, goal! Van Mitchell tevreden. En weer mogen de complimenten naar Lee. Want die levert weer de assist. En die kaart is voor de coach, voor Olderiekering. En ook hij ziet rood. Wat een avond is dit voor Heerenveen. Dit de situatie met Flap. Ja, de bal wordt inderdaad ook keurig gespeeld door Koch. Die weliswaar contact maakt met Flap. Maar dat is denk ik niet de reden dat Flap naar de grond gaat. En een minuutje later ligt hij er hierin. Lee, harde voorzet. Daar is tevreden helemaal vrij. En tevreden maakt zijn tweede. De eerstvolgende wedstrijd na de winterstop is Ajax uit voor Heerenveen. Misschien ook wel een wedstrijdschorsing voor Olderiekering. Hier is Van Bergen met de mogelijkheid. Zoals hij het in de eerste helft deed. Nu stuit hij op Van Leer. Rosheuvel de hoek in. Voorzet van Rosheuvel. Uithalen maar! Wat een knal van tevreden. Hij raakt hem perfect. Alleen gaat hij er niet in. Kan natuurlijk op zoek naar zijn hat-trick. Hij is er hier dichtbij. Korte. Die is niet zo van het direct spelen. Weer Van Anolt. En ook deze voorzet. Totaal onbruikbaar. Korte. Nu Rosheuvel. 3-2 voor NAC. En hij wil het weten ook. Heerenveen houdt het toch niet vol. Piri
kan Rosheuvel niet afstoppen. NAC lijkt op weg naar de vierde overwinning van het seizoen. Dramatische laatste wedstrijd van 2018 voor Heerenveen op deze manier. Lee tegenover Schmid. Elalucci. Muren. Goeie ingreep, maar toch het doelpunt van Rosheuvel. En daar is de vierde. Ook hij maakt zijn tweede. Bal wordt goed teruggekopt door Muren. Voorzet hier van Elalucci. Daar is Muren. Haan ertussen. Maar dan valt hij ergens in de buurt van Rosheuvel en die knikt raak. Korte. NAC heeft nog wel honger naar meer. Elalucci. Nu de tegenstander op de rug ligt. Verschuren. Elalucci. Lee. Elalucci. Korte wil ook graag scoren. Korte. Warner aan. Korte tussen twee man in. Komt die knap uit. Van Arnold. Korte gaat. Rosheuvel. Elalucci. Rosheuvel, goed gezien. Elalucci, mooi gedaan. Rosheuvel, combinatie. Met tevreden die naar de scheidsrechter kijkt. Zo van, verdien ik hier niet een penalty? Het was dat Rosheuvel de kans kreeg. 4-2. Spektakel en doelpunten. Het past bij de eerste seizoenshelft van Heerenveen. NAC eindigt 2018 dus bijzonder positief.